Zwolle hebben denk ik wel een aardige wedstrijd neergezet. En het is nou zaak dat we in de uitwedstrijd dat ook neerzetten. En ik denk dat het bij Dordrecht wel een mooie uitdaging is. Dordrecht op papier misschien een van de zwakkere broeders in de Eredivisie, maar is dat wel zo? Nou, ik denk dat je op de manier kan spreken van zwakke broeders. Ik denk dat heel wat clubs gaan meestrijden onderin, maar ook in de middenmoot. Het is allemaal zo dicht bij elkaar. Dus, daar kun je niet van spreken, ze spelen leuk voetbal. Dus we kunnen daar niet heen met de ontschatting. Het positieve voor NAC is dat de ploeg tot nu toe in elke wedstrijd kansen heeft gecreëerd. Dat is een aardig houvast, denk ik. Ja, klopt. Vorig seizoen was dat af en toe wat minder. En, we spelen veel verder vooruit ook. En ik denk dat dat wel voor ons positief heeft uitgepakt. We creëren inderdaad veel kansen per wedstrijd. En nu is het zaak om ook een keer die nul te gaan houden. Want het zou voor ons als verdediging wel een keer lekker zijn. Dat lijkt me wel, ja. Ja, zeker. Ik denk tegen Zwolle, ik denk daarvoor tegen Twente heb je ook niet heel veel weggegeven, denk ik. Maar het zijn telkens wel momenten waar we van moeten leren. En we kijken het ook elke keer terug waar het fout gaat en wat er beter moet. Dus nou, dat moeten we dan zondag in tot uiting brengen. En waar gaat het dan fout als jullie de zaak analyseren? Nou, er is heel veel op te lossen denk ik, bij ons in de communicatie. Een paar simpele woorden, dat iemand een ballijn eruit haalt of een andere man afschermt. Ik denk dat we dan al een heel eind komen. En dat moet achterin nog beter. Jullie hebben natuurlijk een aantal niet-Nederlands sprekende spelers in de selectie. Speelt dat een rol? Nou, natuurlijk, dat maakt het niet makkelijker. Maar ik denk dat een paar woorden Engels kun je daarin genoeg hebben. Zoals iedereen altijd zegt, iedereen spreekt voetbaltaal. Hè?